Zo? Hoe weet je het huis in de Jumbo was? Dat zag ik op zoek. Ja, dat zag ik ook. Ja, nou, ik ging ook kijken, ben je thuis nu? Of ja. Let's go! 3, 2, 1. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nu. Het is dan ook zo. Happy New Year! Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag 2 januari. Het is het nieuwe jaar, 2021. En daarom zien we er allemaal zo mooi uit. Super leuk dat jullie bij deze video zijn. Zoals je in de titel hebt gezien, heb ik vandaag een sushi mukbang. En de meest aangevraagde sushi mukbang, namelijk bij mijn zussen. Ja. Yeah. Nou, helemaal leuk. We hebben super veel honger, dus we gaan gewoon lekker meteen beginnen. Ja. We hebben besteld bij I Love Sushi. En ondertussen gaan we, ondertussen gaan we dilemma's en vragen en alles beantwoorden. Sojasaus erin doen. Heb ik al gedaan. Oh. Ja. Zo'n hele bak. RT. Nou, het is gewoon lekker veel hoor. Weet je niet? Ja, het zou zo. Maar dat is gelijk maar te komen. Dat is zo lekker. Eén plakje. Ja. Ja, ik heb cheers. Een hard. Okay. Eet ze maar. Jij ook. Eet ze. Ja. Oh. Mm. We hebben echt allemaal lekkere dingen uitgekozen. Die rijst. Maar sushi ding is altijd zoveel lekkerder. Ja, het is zelfs is anders, ja. Hè? Ja, hè? Mm. We hebben veel tonijn. Mm. Goeie, hè? Heel lekker. Wat is deze? Mm. Zo. Ja. Daar had ik echt heel veel zin in. Mm-hmm. Ik ook. We gaan gelijk schransen. Ja, we gaan meteen schransen, want zo, daar zijn we voor gemaakt. Ja. Mm. Oké, een dilemma. Ja. Oh ja. Oh ja, dat gaan we ook nog doen. Ja. Oké. Okay. Prince Charming of The Bachelorette. Wat vinden jullie leuker? Oeh. Nou, ik heb The Bachelorette niet gezien. Ja, ik wel. Ik ook. En we kijken nu met z'n drieën de Prince Charming. Ja, we kunnen wel een nieuwe kijken nog. Ja, dat oh dat ja. Ik ben maar bijna alleen kijken, omdat ik zo lang op jullie moest wachten. Ah. Mm. Mm. Wat denk jij eens? En ik kan dit ook wel leuk, omdat het soort. Ik vind dit echt is. Heel leuk. Ja. Ik vind het echt heel leuk, maar. Ik denk dat ik dit leuker vind eigenlijk. Ja, maar ik heb het best wel niet gezien. Dus, nou, maar eigenlijk gewoon hetzelfde, alleen dan met mannen en vrouwen. Maar nu kunnen ook nog die man op mannen vallen. Ja. Dat is gewoon heel leuk, maar dat is echt. Gewoon echt een soort. Eén Love zijn. Island soort. En daar was echt een soort strijd om die vrouwen. Nu zijn ze echt soort gezellig met elkaar. Maar jij kunt het zo met elkaar heel goed vinden. Dus dat ik denk. Zo. Mm. Deze is goed. Ja. Nee, man. Wat zit hier in de kip? Ja. Ja. Oh, lekker. Heel goed. Mm. Dus jij zegt best wel red. Of denk deze? Allebei leuk. Allebei zo leuk. Ja, ik vind die homers wel leuker, denk ik. Ja, ik ook. Maar ik kom best wel uit, ik heb natuurlijk helemaal afgekeken. Ja. We zitten nu nog maar in het begin. Ja. Dus ik weet niet wat er nog gaat komen. Ja. Nee. Dat is ook wel zo, dit is ook echt goed, jij, dus jullie. Ja. Nooit meer kerst of nooit meer oud en nieuw vieren. Zo, nooit meer kerst. Huh? Nee. Nou. Huh? Echt? Nou, met kerst ben je altijd met familie. Ik wil het uitgaan. Maar ik kan met kerst toch ook? Ja, dat is waar. Nee, toch oud en nieuw. Ja. Ik weet. Nou, oud en nieuw is meer van, we gaan volgend jaar dus één feest. In kerst. Ja, kerst is echt. Kerst niet mag vieren. Ik zou zeggen, dan gewoon kerst dubbel vieren. En dan gewoon, ja. Je kan toch ook. Ook wel. Zeg maar, ja. Dat moment van 5, 4, 3. Ja, dat vind ik zo echt leuk. Ah, no. Dat is wel heel leuk, maar. Ja, kerst is met je familie, dat is wel heel leuk, maar ik ben altijd dan welkom 12 uur heel snel weer weg. Ja, maar dat uitgaan met kerst hoort er ook bij. Ja, oké. Okay. Ja. Maar. Ik ben echt aan het kloten. Ik zou dan toch kerst voor doen. Nee? Ik denk niet meer oud en nieuw vieren. Ja, ik ben heel geen oud en nieuw. Mm. Ja. Ik kijk meer uit naar kerst als naar oud en nieuw, denk ik. Ja, misschien ook dat dit jaar het een beetje verpest heeft. Ja. Dat, denk dat ik. Is het echt. Je hebt nu een verkeerde kerstbeeld. Oh, die rijst is zo lekker. Ja. Die ding erop. Mm. Die avocado. Mm. Dit is echt mijn fave sushi met al die crunch erop. Oh, je doet het niet op. Moet je echt pakken hoor. Gewoon zeggen.
Nooit meer kaas of nooit meer vlees? Maar geen kaas, dat is ook geen pizza, geen... Ah. Dan nooit meer kaas. Nooit meer vlees, geen knakworst, frikandel, niks. Geen biefstuk. Geen biefstuk, je kip niet. Geen hakbal, geen snik, helemaal niks. Hakbal. Mag ik die broodjes een paar? Ja. Ja, ik zou ook nooit meer kaas doen. Dan maar geen, Dan kan je toch ook gewoon nepkaas. Ja. Nepvlees vind ik echt vies. Ja. Dan kan je beter gewoon geen vlees eten. Nee. Ja, nooit meer kaas. Nooit meer uitgaan of nooit meer drinken? Nooit meer drinken. Ja. Maar uitgaan. Ja. Ik kan ook nuchter in de club staan hoor. Nou. Ja, oké. Nooit meer drinken, We hebben een keer 1 maand niet gedronken. Nou, helemaal kut. Maar toch zou ik het nog wel een keer willen doen. Ik ook. In een ik ook wel hoor. Ja. Eigenlijk heel goed voor. Ik voelde me zo goed. Oh, ik voelde me zo goed. Echt niet normaal. Op zondag, we hadden op zaterdag bijna niks gedronken. En we waren zo fit op zondag. Gewoon, je kan zoveel doen. Ja, anders gooi je echt op zondag. Normaal leg je helemaal dood in mijn bed. Ja. Elke dag om 5 uur opstaan of elke dag om 3 uur 's middags opstaan? 3 uur 's middags, nee. Nou, als ik het kan, als ik het kan om 5 uur. 5 uur 's ochtends? Ja, als zou me dat lukken. Als het kan, heb je de hele dag tijd. Ja, geweldig. Maar ik kan dat gewoon niet, helaas. Ik ook niet. Oh my god, het valt uit elkaar. Dit is zo lekker. We zijn echt weer aan het vreten. Ja. Het is ongekend. Het is echt ook binnen 10 minuten al is het alweer op hoor. Ja. Is deze lekker? Ja. Weet ik nog niet geproefd eigenlijk. Ja. Ik kan even nemen. Dus met gefrisseerde krab. Is het zo'n grote? Ja. Liever... Lekker. Ja, weet ik veel. Kies jij er maar eens één uit. Het is gewoon kut die vraag, want ik wil gewoon eten. Saar, nooit meer je vriend zien of nooit meer boos zien? Ja, dat had ik hadden we de vorige keer. Nooit meer vriendin of nooit meer je vriend. Ja, daar kan je niet tussen. Dat kan kiezen. Niet. Nee. Hetzelfde als kies tussen je vader of je moeder. Dat kan ook niet. Je hebt allebei nodig. Ja. Ik heb, waar voor de laatst ook een vraag. Iets van, maar moest jij kiezen tussen... Of ik zou moest kiezen tussen jullie. Nou. Of zo. Nee. Dat kan niet. Nee. Je kan er niet. Daar is nooit meer sushi of nooit meer Mackie? Nooit meer Mackie. Graag nooit meer Mackie. Ja. Ik haat Mackie eigenlijk. En we slaan bij de Burger King als gisteren. Liever in de winter. Dat is lekker. Nee? Niet? Mackie veel lekkerder. Ik hou niet van Burger King. Nee, maar het was heel langs... Ja, liever in de winter met zomerkleren aan of in de zomer met winterkleding aan? Zo. Ik denk. Dat is echt kut, want als je winterkleding in de zomer aan hebt, dan kan je niet bruin worden. Nee, dan is het nog eigenlijk. Je gaat dood. Ja. Van de hitte gewoon. Maar ja, andersom ga je ook dood. Ja, maar dan maar liever zomerkleding. Dan ga ik maar liever in mijn zomerkleding even naar buiten, even kou laaien en dan ga ik weer in een warm huis zitten. Ja, maar in de winter met zomerkleding dan. Ja. Zo bijna op. Nooit meer met z'n drieën bij elkaar zijn of nooit meer uitgaan. Oh! Ze hebben er wel hoor, nu. Ja, is er wel. Hoezo ik? Nou, dan zeg ik nooit meer uitgaan. Ik ook. Heel kut, maar nooit meer met elkaar. Als ik jullie nooit meer mag zien, ja. Dan ben ik altijd alleen. Ja. Dan ben ik altijd alleen. Ja. Dan maken we hier maar een feestje met mensen. Ja. Zou je dat kiezen? Ja. Nou ja, ik heb wel moeite mee, maar ja. Ik kan jullie ook nooit, als ik jullie nooit meer zie, ja, wat de fuck moet ik dan doen? Ja, ik heb er wel moeite mee. Nee, ik doe het graag. Nee, ik iemand zou echt tegen zeggen, Isabel, je mag nooit meer Isabel en Sarah zien, of je mag niet meer Isabel, Bo en Sarah zien.
Of je mag nooit meer uit. Nou, dan zou je ons nog niet laten vallen. Nee, sowieso niet. En later ook, want uitgaan boeit later niet meer. Wow. Dan ben je gewoon liever te vinden. Mhm. Californië is wel een smaak, hè? Ja, zeker. Die is gewoon saai. Ja, met dit. Maar ik neem er wel even een dan. Ja, ik zal er ook even een nemen. Voor jou. Ik vind het zielig. Ik wel, anders ga je uitkiezen. Ja. Ja. Ik heb alweer bijna één potje op. Wij zitten zo te schranzen. Waarom? Het is alweer bijna op. Ja. Nee, wel lang, ja. Ik had tegen mezelf gezegd, ga nou rustig aan doen, maar je kan maar 200 meter lopen per dag, of je kan maar 100 woorden zeggen per dag. Nou, 100 woorden zeggen. Ja, lopen. Nee, dan kan je nergens heen. Nee, gewoon langs de auto of zo. Ja, maar. Of fietsen. Maar dansen. Naar de club gaan. Zeg ik alleen maar uitgaan. Ja, nee, maar. Niets kan zeggen, dan kan je niks zeggen. 100 woorden. Dan mag je maar 100 woorden. Ja, dan typ ik het wel. Op notities. Ja. Je praat met iemand, je werkt, je supermarkt en helemaal niks aan doen. Nee, uitgaan, kan je niet met iemand praten. Dat is ook wel het fietsen. Oh, lopen. Dan kan je niet op de supermarkt lopen. Dan kan je met de fiets of met de auto. Maar in de supermarkt moet je toch ook lopen? Ja, en dan vraagt iemand iets voor je pak. Dan kan je lopen. Maar hoe kan je hard kan je kan niet. Ja. Ja, gewoon zo'n scootmobiel. Ja, inderdaad. Ja, dan zou ik een scootmobiel kopen. Nou, sowieso. Sowieso kiezen voor niet meer lopen. Nou. Ja. Nou, ik ook. Ja. Nee, meedoen aan Temptation of Love Island. Love Island, sowieso. Ja. Sowieso. Als wij single zijn. Dan had ik het sowieso wel gedaan misschien. Wat zei je eigenlijk? Wat zei je eigenlijk? Ik hoor het niet. Love Island of Temptation meedoen? Oeh. Nee, niet Temptation. Oeh. Hoe kan je dan met Temptation nou meedoen? Dan nou, verleiden. Dan heb je echt geen goede baan meer, schat. Love Island is gewoon nog een normaal programma. Nou, klaar. Ja, Temptation verleiden, dat sta je niet echt goed. Nee. Nee. Nee, wel Love Island, ja. Zou dat wel leuk? Nou, maar oprecht leuk. Maar nou, mij ook echt. Nou. Volgens mij maak je er echt vrienden voor het leven gewoon. Nou. Ja, hè? Ja, ik vind die wijven daar sowieso irritant. Ik denk dat ik daar maar aan kan irriteren. Ja, oh, dan ga ik nu. Gewoon zo, oeh. Bij? Gewoon soms die wijven daar. Bij Love Island, zo. Oh. Overdreven. Bij Love Island, ja. Ja, maar misschien kan het ook weer de tv komen, hè? Ja, oké. Okay. Maar er zullen echt wat tussen zitten die echt weer overdreven zijn. Ja. Mee voor de tv. Oké. Mag de laatste lumpia? Ja. Iets of wil je het? Met Nima. Ja, wat vond je Nima? Liever een eenpersoonsbed en een vriend of twee persoonsbed en geen vriend? Nou, een eenpersoonsbed en een vriend. Ja. Ik heb met mijn vriend altijd een eenpersoonsbed gehad. Echt? Ik heb altijd een eenpersoonsbed gehad. Ja. Oh ja. Ik heb nu een nieuw huis. Maar dan ging je gewoon op de grond liggen. Ja, gewoon pas op de grond. Ah. Ja. En je zit wel vaak ook bij hem. Ja. Ja, eenpersoonsbed. Hallo, wat boeit dat nou weer? Ja. Nou, lekker knus tegen elkaar. Ja. Gezellig, joh. Moet ik wel lekker vinden, ja. Hey. Wat was jullie leukste herinnering van 2020? Hoe kreeg je geen sashimi? Jawel. Denk van de zomer. Of dat ene weekend is, ja. Of die dubbel date. Ik, ja. Dat, ja. Dat is nog geen dilemma. Nee, maar is toch leuk. Oh ja. Is wel leuk erbij. Ja, ik denk ook het weekend dat wij overal heen zijn geweest. Ja. Zeg maar. Het leukste van 2020. Ja, of inderdaad moment. Die dubbel date. Dat was ook echt heel leuk. Maar het leukste moment van 2020. Misschien jij dat je naar Parijs ging. Ja. Of gewoon dat je nog uit kon gaan. Oh ja, het begin. Van 2020, ja. Nou. Ja, ik denk dat. Nog lekker gewoon de zomer. Lekker in je korte kleding. Ja. Lekker heerlijk. En dat winter nu al zat. Dat het gewoon niet koud is.
Ja. In het begin was quarantaine best chill. Ging wel lekker in je tuintje zitten. Ja, ik weet dat wij zeiden van, oh kak, ik moet gewoon nog naar school en mijn school is nog niet dicht. Weet je wel? Nee, ja. En nooit wetende dat ik dat zo lang zou komen. Ja, je mag gewoon nooit meer teruggekomen. Nee. Want ze is daarna afgestudeerd. Ja. Ja, fucking haar. Raar vandaag. Ik dacht, ah joh, doe jij die? Maar een maandje vakantie. Nee maar. Zat die goed? Ja. Oké. Gaan we door met de question. Liever wijn of sterke drank, zoals mix? Ik wil het liefst wijn, denk. Nee. Want ik ja, ik helemaal kut van sterke drank. Maar wijn draagt altijd. Als je altijd bij uit eten altijd gelijk met sterke drank moet. Ja. Dus je kan nooit meer wijn drinken. Ja. Wijntje doe je heel vaak gewoon even een wijntje. Ja. En dan ga ik later over op de sterke drank, maar als ik alleen wijn doe, dan vind ik het leuk. Ik liever wijn. Ja. Ik wil eigenlijk stoppen met sterke drank, want ik kan er niet bij. Ik word er juist goed van. Juist niet katerig, juist perfect. Nou, niet katerig. Ja, maar minder. Ja. Maar ik nooit meer sterk mag, dan alleen maar wijn. Buh. Alleen maar wijn. De hele avond. Daar ben ik zo slecht op. Ja, ik heb dat liever. Ik heb wel heel veel hoofdpijn. Maar ja, ik krijg heel veel hoofdpijn, maar als ik alleen maar sterk, dan ja, meteen ik sterk. Wel kater, maar ja. Ja. De altijd, dan voel je het sowieso niet echt vrees, dus. Ja, kut. Nog één? Ja. Ja. Deze is voor Saar. Nooit meer Insta of nooit meer YouTube? Nooit meer Insta. Ja? Ja. Echt. Ik vind mijn YouTube kanaal veel belangrijker en veel leuker. Heel laat op te denken. Nou, laat. 2 jaar geleden of zo denk ik. Jij kan niet meer stoppen met YouTube, dat kan niet. Dat kan wel. Ja, maar jij hebt zoveel mensen die niet maar naar jou kijkt en het kan wel, maar ik kan verwachten. Ja. Jij kan heel, ik bedoel, jij kan het dan, je kan bijna niet lastig zeg maar tegenover andere mensen zijn. Zeg van, oh stop even normaal. Ja. Dan zouden echt heel veel mensen kut vinden. Ja. Ja. Ja, want je hebt maar een soort verantwoording die je moet afleggen aan andere mensen. Nou, het is toch gewoon 2 keer in de week dat mensen er echt gewoon op zitten te wachten. Ja. Maar, ja, Instagram vind ik het leuk, maar het is zo oppervlakkig. Het is wel een foto, nou, ja, leuk, maar ik vind YouTube veel leuker. Echt veel leuker. Ja. Ik kijk zelf geen YouTube. Nee? Ik juist alleen ik ook. Ik ook alleen maar YouTube. Oh, ik niet. Want dan kijk je gewoon niks. Nee, ik zou echt niet weten wat ik op YouTube zou moeten kijken eigenlijk. Wat kijken jullie op YouTube dan? Gewoon trending, of van die interviews of mukbangs of vlogs soms. Of... Ja. Gewoon uit wat er komt op aanbevolen. Ja, gewoon een beetje aanbevolen video's. Soms kijk ik 1 seconde. Ja, hoe kijk ik 5 minuten aan. Ja. Nou, ik heb het alweer gezien. Ik heb een sabi-brokje. Liever 2 miljoen euro in 1 keer krijgen of 3000 euro per week? 3000 euro per week. Ja, ik ook. Per week, hè, 3000. Yes. Ja, dat is echt ziek. Dat is dan kan je echt gewoon doen wat je wil. Ja, ja. Als je 1 miljoen krijgt, 2 miljoen krijgt in 1 keer, ga je heel veel kopen in. Ja. Ja, en dan weet je ook niet, je weet ook niet wat je meer aan moet. Nee, dan weet je hoe je met geld om moet gaan. Nee. Je kan dan liever... Het gaat niet op. Je krijgt 3000 euro per week, dus... Dat is echt top. Kan je echt kopen wat je wil en nog sparen makkelijk. Ja. Sparen voor een mooi huis. En dan kan je ook nog gewoon blijven werken en zo. Ja, en dan heb je ook nog een beetje besef van geld, want je moet wel gewoon nog sparen. Ja. Als je echt iets groots wil. 3000 euro per week. Het is gewoon 12.000 per maand. Ja, net zo. Ja. Maar dan kan je gewoon gelijk eigenlijk een huis kopen, want je kan dus makkelijk een hypotheek kopen. Ja, die zijn allemaal leeg. Dat zijn allemaal vollen, ja. Is het nou allemaal op? Ja, nee, ja. We hebben nog, je hebt nog helemaal geen tonijn op. Oh, één tonijn. Als je eentje chini, hoor. Ik neem al deze. Ik ook al 2. Want dat heb ik niet. Neem jij maar die. Een lipo. Ja? Ja. Wat zouden jullie doen als jullie allemaal op hetzelfde persoon verliefd zijn? Oh. Maar echt verliefd? Mm-hmm. Dat is wel een beetje Maar dat lijkt me heel kut. Dat lijkt me heel zullen kut. Zullen vriendinnen dat hebben? Ja. Zeg maar dat je echt verliep en dan... Maar wij vallen allemaal op hele andere soort types. Ja. Ja. Dus wij zouden dat nooit hebben, maar... Nee. Stel, we zouden echt allemaal verliefd zijn op 1 jongen. Ja, wat doe je dan?
Ah, ik zou het echt kut vinden. Ja, tuurlijk is het. Ook voor je... Ik denk gewoon helemaal niet. Ik zou het dan niet doen. Nee. Ik denk, dat kan niet. Dat kan niet. Want je kan niet... Nee. Als je alle drie... Ja, dan kan, moet je beter gewoon zeggen, skip die dan. Gewoon. Ja. Nee, dan moet je het allemaal gewoon loslaten. Ja. Dan moet je gewoon een gesprek aangaan met diegene. Ja. Dat je allemaal verliefd bent op diegene. Oh. Maar echt verliefd, verliefd. Als ik denk aan wat verliefdheid is, dat zou ik dan niet trekken. Dan. Nee, dat kan niet. Want kijk, ik kan iemand leuk vinden. Ik kan van, oké, ik zie jou als jij echt verliefd bent. Maar verliefd is echt heel anders. Maar stel je bent echt verliefd, dan wil je natuurlijk ook gewoon met die jongen zijn. Ja, dat het ligt daar. Ik heb er stel bijvoorbeeld één jongen zegt, nou, ik ga echt voor Isabel. Zo zijn alle drie smoor verliefd. Maar hij zegt, ja, ik ga voor Isabel. Zo, dat is kut. Dan kan ik niet meer met jou omgaan. Dan is onze vriendschap voorbij. Ja. Dat is echt... Dat want Billy gaat dan vriend, door. Of je vriend. Ja. Want jij of je vriend. Nee, maar dan is het nog niet je vriend. Dat is nog niet je vriend dan, hè? Nee, oké, okay, maar ja, als hij voor je gaat en je bent smoor verliefd, ja, dan is het een soort van je vriend. Ja. Zelfs als je moet kiezen of je vriend nu of je vriendin. Ja. Altijd helemaal wonen. Altijd helemaal wonen of altijd samen met Bo, Sarah en Isabelle zonder jullie vriend? Hè? Wat? Ik denk dat ze bedoelt of samen wonen of met je vriend. Of alleen. Of samen met elkaar of met onze vriend. Ja, nou... Op dit moment met jullie. Ja. Ja. Dat zou ik echt nog wel een keer willen, maar laat ik wil dat echt nog zo graag. Ik ook. Echt mijn doel in het leven. Is echt over 2 jaar dat sowieso wel willen. Ja, ik ook. En dan, het is zo belangrijk om gewoon in je jeugd even met je vriendin en dan later kan je nog jaren met je vriend wonen. Ja. Of... Klopt, ik zou dat sowieso wel willen. Ja. Ik denk dat dat wel echt één grote goud wordt met z'n drieën. Nou, dat wordt zo mooi, maar we moeten echt even allemaal... Maar dat wordt echt goud. Maar wel echt chaos, denk ik. Ja, maar aan de ene kant chaos. Maar wij kunnen ook wel veel op zich. Bo, jij bent echt zo lekker. Jij gaat de was doen en zo. Ja, jij gaat niks doen. Nee, nee. Zal het uit. Ja. Ja. Nee. Maar ik bedoel, we kunnen allemaal wel gewoon wat. We zijn niet luie bitches of zo. We zouden alle drie kopen. We kunnen allemaal koken. We zouden alle drie kopen. Ja, maar ik bedoel, er gaan wel denk discussies komen. Ja, maar dat sowieso. Zeg maar, ik bedoel, niet discussies. Maar dat heb je ook als je met onbekenden gaat wonen. Ja. Dan ga je ook discussies krijgen. Gewoon iedereen waarmee je in de huishouden zit, krijg je discussies. Ja, sowieso. Ook met je ouders, met je broer, met je zus. Maar wij kunnen wel gewoon goed met elkaar praten. Ik denk inderdaad dat we elkaar ook gewoon, al zouden wij dan een week elkaar niet spreken, dan is het gewoon, dat kan gewoon. Ja. Dat hebben we dan eens door. Ja. We zullen gewoon zeggen, joh, hou je bek, ik ga met elkaar zitten. Maar als je gewoon van tevoren afspreekt van, joh, als dit gebeurt, vind ik gewoon niet chill. Ja, bijvoorbeeld. Je moet gewoon echt van tevoren regels maken en een mapje doen van, dit gaan per maand uitgeven of zo. Of ze maar gewoon... Een soort rekening met elkaar maken, want meestal gaat alles fout een wat meer dan de ander. Ja, maar is het een soort van app? Ja. Ja, klopt. En dan kan je het geld. Als je bijvoorbeeld boodschappen doet, dan zet je dat erin. En dan kan je zien, oh hij loopt nog 10 euro achter. En dan kan je kiezen om dat elke maand uit te betalen of dat gewoon elke keer te compenseren. Op een gegeven moment als iemand 70 euro betaalt en iemand min 70, dan kan je dat bijvoorbeeld weer compenseren. Ja. Ja, dat is zo top. Ja, dat moet je echt dan wel moet hebben. Je gewoon zo'n app hebben inderdaad. Ik denk dat dat best wel goed zou gaan hoor. Ik denk het ook wel. Ik hoef geen machine meer, ik zit best wel vol aan. Ja, ik ook. Ja, als ik wil er nog wel één. Neem jij er ook nog één? Ja, ik wacht heel even. Dat vult niet heel erg. Nee, ik vergeet gewoon dat ik aan het filmen ben. Ja, ik wil alleen... Ik snap ook niet dat je zo succesvolle carrière en je vriend loslaten of geen succesvolle carrière, maar wel je vriend. Zo. Dat... Ik heb geen vriend. Nee, maar zou je zo'n vriend hebben? Dit is echt heel erg raar. Ik bedoel... Weet ik eigenlijk niet. Ja, dat kan niet, want je leven is een soort... Het is allebei je leven. Ja, je wilt een relatie en je wilt goed werk hebben. Maar dan zou ik denk ik toch kiezen voor een slechte carrière, want... Ja. Vriendschap, liefde... Ja, belangrijk. Gelukkig zijn is denk ik belangrijker dan veel geld verdienen, een goede baan, et cetera. Dat sowieso, maar ik wil wel echt een goede carrière. Dat zou ik wel kut vinden als dat niet zou kunnen krijgen. Maar het hangt toch maar het is voor at the end is het ben je gelukkig als je dan met je vriend thuis zit? Ja, zeker. Ja, dat jij een hele goede baan hebt, maar Of je zit alleen in huis en je bent Ik ga ook wel liever voor mijn vriend sowieso kiezen. Ja. Voor mij, nooit mijn koffie of nooit mijn alcohol. Nou, ik ben echt koffie verslaafd. Nou, nooit meer koffie dan, toch? Zij denkt toch maar dekenveetje.
Maar als ik geen koffie drink in de ochtend, dan word ik niet wakker. Ja, maar dat is... Nee, dat is echt, ja. Oh ja. Cafeïne shot. Dus wat zeg je? Ja, dan nooit meer op koffie. Nee. Nou, jullie ook sowieso. Ik ook. Ik drink geen koffie. Wel heel soms jij. Ja. Maar ik kom makkelijk. Jij, ik heb jou nog nooit koffie zien drinken. Ja, ik heb dat af en toe eens, maar... Vroeger wel eens. Ik deed dat wel eens vakantie of zo. Oké. Ik wel heel af en toe. Ja, we hebben helemaal niet de video geopend. Dat geef je een duimpje omhoog of abonneer. Nee, we hadden het op het einde. Ja, zo dan kijkt niemand meer. Nu kijkt niemand meer. Nee, ik ben zo wit. Kijkt niemand meer nu? Waarom ben ik zo wit? Ben ik wit? Eerlijk? Is wel, ja, als je naar kijkt, zijn we alle drie even wit. Nee. Maar jij bent in het echt heel bruin. Ja. Ik mag echt wel naar mag mijn... ik een keer bij jullie slapen? Ja. Ja. Mag ik een keer bij jullie slapen? Lekker. Nou, de kamer is uitgevallen. We zijn nu toch klaar. Vond je de video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. Ik ben altijd... Ik zie jou gewoon kijken. Vergeet zeker niet om mijn kanaal te abonneren. Hier blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En vergeet dan zeker niet te volgen op Instagram. Dat is dan hier in beeld. Jou is een Bo. Laagstreepje van Vliet. Ja. Sarah Boert, Isabelle Den Haag, laagstreepje. Ik moet eigenlijk ook naar Isabelle Den Haag gaan. Ja, maar dat is echt zo. Ja, maar dat wou ik wel, maar dat kon ook niet. Oh, nee. Dat komt er nu. Nou, komen we nu weer. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Doeg! Het is 2:30. Ja. Ik hoef pas over anderhalf uur naar werk. Oké, zullen we dingen kijken? Ja. Ik heb al helemaal op te wachten. Ja, ik was het alweer vergeten.